Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik laat jullie weer mijn favoriete producten van juni zien. Dit is de buiten, het is echt een heel vol mandje. Dus ik ga jullie laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. En ik vertel je kort waarom. Mocht je nou benieuwd zijn naar de grotere informatie, extra informatie over deze producten. Al deze producten staan gereviewd op mijn blog. Dus mocht je er echt benieuwd naar zijn, kun je daar altijd eventjes een kijkje nemen. Het linkje staat in de beschrijving. Ook plaats ik op Instagram altijd een foto als er een review online is gekomen. Dus ben je benieuwd wat er online is gekomen, kun je me ook volgen op Instagram. Ook daar staat een linkje van in de beschrijving. Het is best wel een volle collectie, dus ik denk dat we gewoon maar snel gaan beginnen met de producten. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik zal de producten ook weer even swatchen, zodat je een beetje een idee hebt hoe ze zijn. Ik heb hier een product van de Get It Girl ASMR lijn. Het is een Insta Ready Kit en dat is dit palette. Het is een palette voor je gezicht eigenlijk. Het viel mij een beetje... Dat is één dingetje, dat viel mij een beetje tegen. Want er zitten ook twee oogschaduws bij. En ik had verwacht dat het een compleet palette was voor alleen het gezicht. Het palette ziet er op zich leuk uit. Het is gemaakt van karton. Dit is een... Ja, volgens mij is het een collectie waarvan ze dus... Dit is een limited editie waar ze vier verschillende reeksen van zullen uitbrengen. Dit is een product uit de eerste reeks. Er zit een spiegel in, die zal ik je zo laten zien. Er zitten dus twee oogschaduws in, een blush en een highlighter. Op zich is het leuk vormgegeven. Ik vind verpakkingen altijd heel erg leuk. Misschien denk je, het ziet er een beetje kinderlijk uit. Ik weet niet waar deze collectie op gebaseerd is. Of het echt op jonge mensen is geschikt of eigenlijk voor alle leeftijden. Maar in ieder geval is het een leuk palette en deze is verkrijgbaar bij Kruidvat. Hier heb je de spiegel. Nou ja, is niet heel bijzonder. En dan zijn dit de producten. Ze hebben grote pens, moet ik zeggen. Nou ben ik zelf een beetje zoekende geweest wat was. Ik heb nu het idee dat dit een oogschaduw is en deze. En dan is dit de blush en de highlighter. Ik moet zeggen, ik heb het product, dit palet, totaal anders gebruikt. Ik heb die donkere kleur gewoon als bronzer gebruikt. Deze twee als highlighter en deze wel als blush. Maar deze kon als highlighter ook heel goed. Dat zal ik je even laten zien. Want ik zal ze even gaan swatchen. Dan zijn dit de kleuren. Ik ga het even hier doen. Kijk. Je ziet de blush is wat middelmatig. Want die zie je bijna niet. Ik zal hem nog eens een beetje... oppakken. Die vond ik vrij soft. Kijk. Hij is echt heel minimaal. En dat vond ik wel jammer. Maar ik vond hem eigenlijk vooral heel erg fijn vanwege de twee highlights die erin zaten. Ik vond die bruine kleur kon wel als bronzer. Maar hij was wel wat te licht. Nou ja, het was natuurlijk ook een oogschaduw. Maar ik vond het eigenlijk iets minder bij het paletje passen. Maar op zich is het wel een heel erg leuk paletje. En ik was voornamelijk dus heel erg onder de indruk van die twee highlighters. Of de oogschaduw en de highlighter. En deze, ik heb ze dus niet als oogschaduw gebruikt. Dus misschien dat het dan wel anders is. Maar ondanks dat vond ik het toch wel een heel erg leuk paletje. Waardoor ik hem toch wel bij de favorieten heb gedaan. Ondanks dat ik niet helemaal snap waarom ze voor dit een face palette noemen. Aangezien er twee oogschaduws bij zitten. Maar desondanks toch een leuk palette. Dan heb ik weer een kwastenset van Real Techniques. En dit zijn de... Dit is een lip color plus blur. Dat is deze. Achterop zie je altijd even een foto van de twee meiden die deze collectie hebben uitgebracht. Dan zijn dit de twee producten. Ik heb hier allereerst een lipbrush. Ik was hier al heel erg lang naar op zoek. Want ik wilde heel graag een lip. Penseeltje, want ik had nu nog hele goedkope en ik wilde graag wat professionelere. Dat is deze. Ik heb hem gebruikt. Hij is gewoon gemaakt, maar je ziet hier en daar denk ik nog wat lipstick zitten. Maar wel een heel erg fijn penseeltje om je lipproducten mee aan te brengen. Vond ik echt super tof.
Dan heb je dus ook nog een hele grote kwast. En dit is de Blur Brush. Dat is deze. Ze zitten afgedekt met een hulsje. Dus dat is op zich wel prettig. Dat is deze. De bovenkant, dat is een beetje een soort sponsapplicator. Ik moet zeggen, ik heb deze nog niet gebruikt. Want ik ging voornamelijk voor het lipkwastje. Ik weet niet goed wat ik hiermee wil gaan doen. Misschien dat je hier wat meer lichtpunten mee kunt aanbrengen. Maar desondanks, hier moet ik gewoon een beetje mee spelen. Deze beviel me dus gewoon echt super goed. Deze. En ik vind het gewoon een hele leuke set. En ben blij dat ik die ook weer kan toevoegen aan mijn stash. Omdat ik gewoon echt het leuk vind dat ik elke keer beetje bij beetje mijn stash van Real Techniques kan uitbreiden. Dus dat was die. Dan heb ik twee highlighters. En dit zijn de highlighters van Essence. Ik heb deze. Ik zal ze zo even laten zien. Ik heb hier allereerst de kleur 10 Heroic. Als ik het goed uitspreek hoor, die namen, dat is nooit echt een heel erg fijn dingetje. Het is een hele zachte poeder highlighter. En ik moet zeggen, deze bevallen echt heel goed. Het leuke is, hier staat ook echt de highlighter in. Dat is dus deze. Hele mooie kleur. Ik zal hem even swatchen. Je voelt ook gelijk dat de textuur heel erg zacht is. Ik zal ze zo even met z'n tweeën naast elkaar laten zien. En dan heb ik de kleur 20 en het is Hypnotic. Dat is deze, ook een heel mooi kleurtje. Deze is iets warmer als deze. Dit vind ik meer een lichtere, koelere tint. Ik moet zeggen, deze heb ik ook nu standaard in mijn dagelijkse make-up stash zitten. En ik draag hem nu ook. Dus ik weet niet of die heel goed zichtbaar is op camera, maar ik heb hem nu op. Ook hier staat weer die tekst de highlighter in. En dat is ook een heel mooi zacht kleurtje. Ik heb ze hier geswatcht. Ik denk dat ze op camera niet heel goed overkomen. Ik denk dat ik ze even op de binnenkant van mijn arm ga doen. Misschien dat dat even iets beter tot zijn recht komt. Vaak zie je het dan net iets beter. En misschien is het licht gewoon niet helemaal optimaal. Waardoor het gewoon een beetje lastig is om ze te laten zien. Even kijken of je ze nu wel ziet. Nee, ik ben er bang voor. Ik denk echt dat ze te licht zijn voor de camera. Dat is een beetje jammer dat ik jullie niet de swatch duidelijk kan laten zien. Maar ik kan je echt zeggen, het zijn twee hele mooie gepigmenteerde highlighters. Die low budget zijn, die echt aan te raden zijn. Want ze geven zo'n mooie pigmentatie op mijn gezicht ook echt. Ik gebruik deze nu echt al een tijdje dan in mijn dagelijkse stash. En ik moet echt zeggen, het is echt een plaatje. Misschien als je er benieuwd naar bent. Ja, op het moment kun je helaas geen swatches maken in de winkel. Maar mocht je er nou benieuwd naar zijn, op mijn blog kun je dus wel even de uitgebreide review zien. En kun je de swatches wel goed zien. Want ze komen op camera dus niet helemaal over, helaas. Dan heb ik een kwastensetje van de Action. En dit is een siliconen brushet. Dat is deze. Deze is om make-up en maskers mee aan te brengen. Ik heb hem gebruikt om maskers mee aan te brengen. Ik zal je zo ook even het maskertje laten zien wat ik daarmee heb aangebracht. Je krijgt 5 kwastjes die dus inderdaad van siliconen zijn. Deze zou eventueel ook wel kunnen voor een primer bijvoorbeeld. Ze hebben echt zo'n siliconen bovenkant. Ze zijn heel makkelijk schoon te maken met gewoon een beetje zeep en water. Ze hebben gewoon een zwarte basic steel. Ja, hier moet je niet heel veel van verwachten. Want het is natuurlijk wel heel low budget. Dus het zal niet het allerstevigste materiaal zijn. Dat is deze. Dan krijg je een schuin afgesneden kwastje die ik zelf zeker ook zou gebruiken voor maskers. En die eventueel ook wel zou kunnen voor een foundation. Ja, ik zou hier zelf niet zo snel make-up mee aanbrengen. Omdat ik gewoon daar mijn eigen kwasten voor heb. Dan heb je een heel klein kwastje. Die zou ik dus niet gebruiken voor een masker. Maar zou misschien wel kunnen voor concealer of zo. Of een vloeibare oogschaduw. Ik vind het een beetje lastig. Dan heb je een schuin afgesneden kwastje. Niet geschikt voor een masker als je het mij vraagt. Zou je misschien kunnen gebruiken voor een vloeibaar wenkbrauwproduct of een vloeibare eyeliner.
En het laatste kwastje wat hierin zit, dat is deze. En ook deze vind ik niet geschikt voor maskers, maar zou wel voor een lipproduct kunnen die vloeibaar is. Dus het is wel een heel leuk kwastensetje. Ik geloof dat dit setje bij elkaar 2 euro kost. Ik heb hem dus echt gekocht voor de maskers, omdat ik het toch fijn vind om een masker met een kwast aan te brengen en er niet zo fan van ben om dat met mijn vingers te doen. Dus voor de prijzen is het een heel leuk setje. En misschien ben jij wel iemand die dit soort kwasten zou willen gebruiken voor je make-up. Het kan dus. Maar ik gebruik ze dus alleen voor mijn maskers en dan alleen de 2 grote. Want die andere, daar heb ik nog niet zo heel veel mee. Misschien dat ik het in de toekomst nog eens zou kunnen gebruiken. Ik denk dat het voor een glitter, een vloeibare glitter, kan het wel heel fijn zijn, moet ik zeggen. Een siliconen kwastje. Ik heb ook een siliconen kwastje van Essence. En die heb ik al wel regelmatig gebruikt voor glitter. Dus daarvoor zou het zeker wel kunnen. Maar ik gebruik ze dus echt voor mijn maskers. Maar zeker wel een aanrader. Heel goedkoop. En je maskers brengt er prima mee aan. Dan ga ik door naar een collectie waar ik super excited over ben. En dat is de High Beauty collectie van Essence. Het is een trendeditie. Ik heb een paar weken geleden heb ik een webinar mee mogen maken van Essence. Waarin ze deze producten uitgebreid gingen laten zien. Uitgebreid gingen tonen. Ze spraken ook met de makers die volgens mij uit Duitsland kwamen. Dat was een heel Engels gesprek. Was een beetje lastig omdat mijn Engels niet helemaal top is. Maar het was heel erg leuk opgezet. En dat ging dus over deze producten. Ik zal ze even bij elkaar laten zien. Nou, ik denk dat het even los wordt, want het zijn er best wel veel. Laat ik beginnen met dat masker. Deze producten die zijn helemaal natuurlijk, maar zijn verrijkt met hemp. Het basisingrediënt voor de meeste producten is dan ook hempzaadolie. Nou, wat het leuke is, hier aan de bovenkant staat 100% legal. Bij hemp denk je natuurlijk aan de hennepplant. En je wordt totaal niet high van deze producten. Maar hemp, dat is tegenwoordig echt een heel erg belangrijk product wat in sommige beauty dingen worden gestopt, zeg maar. Het is echt een product wat steeds vaker in make-up gestopt wordt of in verzorgingsproducten vooral. Het is ook echt een verzorgingslijn meer. Allereerst heb ik hier dus het face masker. Nou, echt een super lekker masker. Hij is groen. Ik zal je hem eventjes kort laten zien. Ik zal deze niet zwart zien, maar die geur. Kijk. Oeh, ik ga hem niet schuin houden. Ik ga hem hier even naar beneden zetten. Zo, heb je een klein beetje in beeld, want het is heel erg jelly. Dus ik ben als de dood dat het hier overal heen vliegt. Het is een masker wat 2 tot 3 minuten moet intrekken. En daarna kun je hem afwassen met lauwwarm water. Nou, allereerst is dit natuurlijk perfect dat een masker maar zo kort hoeft in te trekken. Dus je kunt hem makkelijk voor je beauty routine even doen. Er zit een hydraterend hemcomplex in. Het heeft een intensieve verzorging. En is ook totaal vegan. En is voor alle skin types. Na gebruik van dit masker voelde mijn gezicht zo lekker zacht aan. Ik was helemaal onder de indruk. Ik had nog nooit iets geprobeerd waar hemp in zat. Maar dit was echt een hele erg aanrader. Zo lekker product. Lekker verfrissend. Voelde heel fijn aan. Er zit 50 ml in dit potje. Dus echt een topper. Dan heb ik een hydrating face primer. Dat is deze. Ik vind het flesje alleen nog heel erg leuk. En het dopje gewoon. Dit is een, geen textuur en het is ook een lichte textuur. Dus je voelt hem bijna niet zitten op je huid. Hij zou je een guilty glow geven. Ik moet zeggen, ik zag echt wel een beetje verschil met mijn voor- en na-foto's. Toen ik het product had aangebracht, zag mijn gezicht er wel een stukje verzorgder uit. En het is echt een heel erg lekker... Een lekkere primer. Hij heeft een hele kleine opening, dat wel. Maar hij heeft een beetje, hij ruikt naar groene thee. Want er zit een groene thee extract in. En oh, dit ruikt zo lekker. Het is echt zo een fijne primer. Oh, ik ben zo blij dat ik hem nu aan mijn stash kan gaan toevoegen. Zodat ik hem echt nog vaak kan gaan gebruiken. Want het is echt een hele lekkere verzorgende primer. Echt een topper. Dan heb ik... 2. Under Eye Brightening Concealers. Dat zijn deze. Ik heb ze in de kleur 01 Rose Beige en 02
Peach Bash. Dit zijn concealers waar ook hemzaadolie in zit. En verzorgend zijn en moisturizing. Ze zijn dus echt geschikt voor onder de ogen. Maar ze geven echt een... Je ogen worden echt opgelicht. Dus mijn gezicht zag er gelijk een stuk wakkerder uit, vond ik zelf. Ik zal ze even swatchen. Ik bedenk me nu trouwens net dat ik deze niet heb geswatcht. Die zal ik zo ook nog even voor jullie swatchen. Maar echt hele fijne concealers. Echt, ja, gewoon verzorgend. Ze ruiken goed. Er zit 5,5 milliliter in elk. Ik zal ze even swatchen. Ik begin even met de Rose Bash. Ik ga het gewoon even op mijn hand doen. Ik denk dat dat beter is. Kijk, dat is allereerst deze kleur. Oh, zo lekker. Dit spul is echt heerlijk. En dan zal ik even de 02 Peach Versie doen. Die zal ik ernaast doen. Kijk. Je ziet dat ze echt een goede pigmentatie hebben. Je ziet dat de Peach Bash echt wel wat donkerder is. Dat verschil zie je heel duidelijk. Maar toch, op mijn gezicht konden ze beide heel erg goed. Ze blenden heel erg makkelijk in. Voelen fijn aan op het gezicht. En het is ook echt heel erg fijn dat ze echt speciaal voor onder je ogen zijn. Omdat je ogen natuurlijk een heel gevoelig gebied zijn, daar de huid. Moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Dus daarom is het altijd wel belangrijk om eigenlijk gewoon een concealer aan te brengen. Die ook een beetje, ja, wel een goede dekking heeft. Maar ook niet een heel zwaar gewicht heeft. Omdat je daar niet heel erg hard kan gaan zitten inblenden. En deze blender is heel erg makkelijk in. Hele fijne concealers. Dan zal ik je eventjes nog die swatch laten zien van de primer. Oh, het is een beetje te veel. Kijk, je ziet hem nu dus geel zijn. Ik zal hem een beetje insmeren. En ja, die gele ondertoon zie je later niet echt meer terug. Echt heel erg lekker. Oh, ik vind die geur zo lekker, joh. Ik ga het er wel eventjes afhalen nu. Want nu zit ik wel helemaal onder de producten. Dat is wel eventjes een dingetje. Zo. Dan had ik ook uit die collectie nog een mattifying make-up fixing mist. En deze heeft een hydraterende hempcomplex. En verzorgend en revitalizing. Dat is deze. Het is een flesje van ongeveer 50 milliliter. En ook deze ruikt heel erg lekker. Het is wel even wennen, moet ik zeggen. Hij heeft een fijne sprayer trouwens ook. Fijne verstuiver. Het is wel even wennen, dat hempcomplex. Want ik had er zelf nog helemaal geen ervaring mee. De geur is even wennen. Maar hij is zo lekker verfrissend gewoon. Hij voelt zo verfrissend aan op je gezicht. En je wilt gewoon eigenlijk als je hem opsprayt gewoon meer opsprayen. Ik heb deze product getest in de dagen dat het zo ontzettend warm was. Dat we die 31 graden aan het aantikken waren. Maar deze gaf zo verfrissende mist op mijn gezicht. Echt heerlijk. Ik was echt helemaal happy met deze fixing mist. En dan heb ik ook nog een mascara. En dit is de Vegan Volume Mascara. Deze heeft Organic Hemp Seed. Heeft ook zonnebloemolie wax erin zitten. En ja, belooft ook lengte. Nou, dit is de verpakking. Hij is roze. Hoe leuk ziet hij er al uit? En ik was echt heel erg blij met deze mascara. Laten we naar het borsteltje gaan kijken. Kijk, dit is al een borsteltje waar ik super gelukkig van word. Dit soort borsteltjes, daar hou ik van. Gewoon echte haartjes. Niet dat vieze plastic waar ik niet van hou. Super fijn. Mijn wimpers zagen er zo mooi uit na het gebruik van deze mascara. Ik had zelf nog nooit een complete vegan mascara gehad. Vegan maakt de laatste tijd wel meer zijn opwachting. Omdat zowel Catrice als Essence echt heel veel vegan producten gebruiken. Maar echt, wat een top mascara. Zo fijn. Ook volgens mij had hij ook wel een hele... Ja, hij ruikt ook anders dan gewone mascara's. Gewone mascara's die ruiken nooit echt super lekker. Maar deze heeft dan toch weer door die hemp en die wax ruikt het allemaal toch wat aangenamer. Dus ook deze vond ik echt super geweldig. Dan heb ik ook nog uit die collectie een lippenbalsem. Dit is een verzorgende lippenbalsem. En alleen de verpakking is al schattig. Want kijk, het is gewoon een kleine versie van deze grote.
Kijk, hoe schattig. Echt een hele fijne lippenbalsem. Het is een soft rose lippenbalsem. Dus je zou hem ook gewoon kunnen gebruiken als lipproduct. Als je droge lippen hebt. Omdat het toch een zacht roze kleurtje heeft. Het vervelende is dat ik het niet zo heel goed kan lezen door die zachte roze kleur. Er zit ook weer hempzaadolie in. En ja, ik kan de rest gewoon niet lezen. Het spijt me zeer. In ieder geval, hij is super fijn. Hij heeft ook weer een kleine opening. Ook bij deze geur moest ik even wennen. Ik zal het je heel eerlijk zeggen. Het was niet dat ik tegelijk dacht, oh, ik vind dit heel erg lekker. Ik moest even wennen, maar als je een tijdje op je lip hebt, voelt hij wel echt heel erg lekker aan. Ik heb hem even geswatcht. En ja, nu zie je het niet zo heel erg goed. Maar op mijn lip gaf hij echt een mooi roze effect. Hij is echt heel erg lekker verzorgend. Het is wel meer een soort lipgloss. Dus je hebt niet gelijk het idee dat er een lippenbalsem op je lippen zit. Maar door die gloss geeft het toch wel weer een heel erg mooi effect. En heel verzorgend. En hij blijft echt lang zitten. Hij trekt goed in. Ik voelde hem op een gegeven moment na het douchen nog steeds. Nou, dan doe je iets wel heel erg goed. Dus dat is deze verzorgende lippenbalsem. Het laatste product uit deze collectie, dat is een Fixing Compact Powder. Hier zit hempolie in en heeft een matte finish. Het is deze. Hij is groen. Op je huid is hij trouwens gewoon transparant. Hoe leuk is dit hennepplantje wat aan de binnenkant is geplaatst? Super leuk. Hij ruikt ook inderdaad echt wel weer anders als een normale Fixing Powder. Je ruikt inderdaad weer een beetje dat hemp contrast wat erin zit. Maar ik vind hem echt super leuk. Ik zal hem even swatchen, maar hier ga je heel weinig van zien. Want kijk, op mijn vinger is het groen. Maar ga ik hem nu op mijn hand doen, zie je hem heel licht groen aanwezig. Maar als je hem gaat uitsmeren, zoals ik nu doe, zie je hem niet meer. Dus hij is wel echt, het is wel echt een poeder wat je gewoon daarna ook niet meer ziet. Dus dat is echt top. Ik hou zelf van transparante poeders. Ik vind het ook wel leuk dat hij een groen geheel heeft. Hij maakte mijn huid ook gewoon goed mat. Dus echt ook een hele fijne poeder. Even een kleine kanttekening. Deze collectie heeft maar heel kort in de winkel gelegen bij het Kruidvat. Ik weet niet wat hier de reden voor is. Volgens mij heeft hij nog geen week in de winkel gelegen. Toen is hij alweer uit de schappen gehaald. Ik weet dus niet wat hiervan de bedoeling is geweest. Of waarom dit is gebeurd. Wie weet ben je benieuwd naar deze producten. En heb je er nog niks van kunnen aanschaffen. Wie weet dat je het nog in de uitverkoopbakken kunt vinden. Maar ik weet dus niet zo goed waarom die collectie zo kort in de winkel heeft gestaan. Wie weet dat ze ze op de Kruidvat-site nog wel hebben. Maar ik ben wel heel erg benieuwd waarom deze producten zo snel de winkel zijn uitgegaan. Omdat het echt wel hele fijne producten zijn. Dus dat is een beetje jammer. Maar echt, oh, ik was zo blij met deze collectie. Dan ga ik eventjes door naar twee producten van Catrice. Dit zijn Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadows. Ik heb ze in twee kleuren. Dit zijn de, ik heb hier een glitter variant. Nou, ze zien er wel uit. Het zijn gewoon twee van deze verpakkingen. Ik heb hier allereerst de kleur 070 Less Bitter More Glitter. Ik ben normaal een beetje huiverig bij cream eyeshadows. Want ze gaan nogal snel creasen. Ik vind het moeilijk te combineren met andere producten. Omdat ik iemand ben die dus echt meerdere oogschaduws in één look zet. Maar ik heb het wel geprobeerd. En ik moet zeggen, over deze was ik wel onder de indruk. Want ze deden geen pijn aan mijn ogen. Ik heb best wel gevoelige oogleden. Dus normaal als ik met cream producten werk. Of in ieder geval vloeibare oogschaduwproducten. Kan het best wel snel prikken. Maar dat had ik bij deze niet. Ze hebben een, ik zal het even laten zien. Een gewone basic applicator. Een beetje zo'n lipgloss applicator. En dan heb je hier deze kleur. Best wel donker. Zit er maar glittertje in. Je moet hem wel goed uitblenden. Maar dan ziet het er echt wel heel erg mooi uit. Dus dat is allereerst dan deze wat donkerdere tint. Ik had in totaal drie kleuren getest. Maar er is er eentje in de veel productenbak beland. En dan heb ik nog deze. En dit is de 010 California Creaming. Dit is meer een highlight kleurtje. Ook wel heel erg mooi. Maar ik zou eerder op het wenkbrauwpot en de bovenste
En in de binnenste ooghoeken gebruiken. Want zoals je kan zien is het meer een highlight kleurtje. Het is niet een kleurtje die je misschien snel zou kiezen voor een ooglook. Althans, ik vind hem dan iets licht. Maar dat komt omdat ik van iets gewaagdere kleuren hou. Maar ik was toch wel heel erg onder de indruk van deze twee kleuren. Omdat het, ja, ik was gewoon verrast dat deze niet prikte. En ik normaal die ervaring wel heb. Dan ga ik door naar een micellair water. En hier zit rozenwater in. En deze is van Garnier. Dit was een rozenwater die nog niet zo lang geleden is uitgekomen. Ik was hier heel erg benieuwd naar. Deze is geschikt voor de doffe en de gevoelige huid. Reinigt en verwijdert make-up. Plus een stralende glow. Deze kun je gebruiken voor je gezicht, je ogen, je lippen. En ja, hier zit gewoon alles in. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ik ben zelf heel groot fan van micellair waters. Ik gebruik ze echt elke dag. En deze, ja, vond ik gewoon heel erg fijn. Alleen de geur al. Hij ruikt lekker. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb nu de geur van die hemproducten in mijn neus zitten. Dus de geur is nu wat minder aanwezig voor mij. Maar ik weet gewoon bij het gebruik dat hij heel erg lekker rookt. Verwijdert mijn make-up zo goed. Garnier producten verwijderen mijn make-up over het algemeen beter dan de low budget merken. Vandaar dat ik het ook leuk vind om de nieuwe te blijven testen. Hele fijne micellair water. Ook vind ik heel erg leuk dat die roos hier op de achtergrond zit. Dit is echt gewoon een aanrader. Er zit 400 ml in. Je kunt er ongeveer 200 keer je gezicht mee reinigen. Echt een hele fijne extract heeft deze. Dus echt een aanrader ook. En de verpakking is natuurlijk ook gewoon al super leuk. Dan heb ik een nagellak setje van Sally Hansen. Dit zijn de Insta Dry Nail Colors. Ik heb twee kleuren. Ik heb een transparante en een rode. Nou ja, transparant heeft niet heel veel uitleg nodig. Transparant is gewoon leuk. Maar ik moet wel zeggen, dit is iets wat ik vroeger heel erg veel gebruikte. Tegenwoordig wat minder. Als base coat, topcoat, zeker. Maar ik gebruik het gewoon minder snel over als gewone nagellak. Dit is de kleur Clearly Quick 103. Maar desondanks vond ik het wel een heel erg fijne nagellak. Ik kan je bij deze wel even duidelijk het kwastje laten zien. Want dat is bij die rode weer wat moeilijker. Kijk. Het heeft een vrij breed kwastje, waardoor je dus echt de nagellak goed kunt aanbrengen. Dus dat is heel erg top. Bij deze zie je het slijten ook niet zo goed. Dat is dan wel weer het verschil bij deze, want bij dit is de rode kleur en dit is de 363 Let's Jam. Hele fijne kleur. Hij is echt heel snel droog. Alleen hij chipt wel snel. En dat vond ik wel een beetje jammer. Desondanks omdat ik de kleur super fijn vond. En het snel droog is. Zit hij bij de favoriete producten. Maar ik had wel een wat langere draagbaarheid verwacht bij Sally Hansen. Omdat het over het algemeen toch een wat duurdere nagellak is. Als je hem vergelijkt bijvoorbeeld met Essence. Had ik verwacht dat hij wat langer zou blijven zitten. Ik moet wel zeggen, ik heb niet de bijpassende topcoat of basecoat erbij. Dus misschien dat dat ook nog verschil uitmaakt. Maar desondanks vond ik het echt wel een heel erg mooi kleurtje. En zit hij bij de favorieten. Dan heb ik drie oogschaduwpaletjes van Essence. En dit zijn mono's. Zie je normaal niet zo vaak bij mij, maar ik heb drie mono oogschaduws getest. Ik vind mono oogschaduws wat moeilijker te combineren, omdat ik graag make-up looks maak met een palette waar meerdere kleuren bij zit. En omdat ik, zoals ik net al zei, ik meerdere kleuren in een look gebruik, heb ik toch drie mono's getest en ik was verrast. Ik heb allereerst hier de 01 Get Poshy. Deze oogschaduwtjes beloven een hoge pigmentatie en long lasting te zijn. Nou, de pigmentatie is echt prima. Ze blijven ook mooi op zijn plek zitten. Dus wat dat betreft maken ze het waar. Dit is dan de kleur Get Poshy. Mooi kleurtje. Het is een beetje een bruin ondertoontje, maar desondanks niks mis mee. Dan heb ik de kleur, ik zal ze even op volgorde doen, 02 Shameless. Dit is een mooi roze kleurtje, ook super tof. De pennen zijn ook vrij groot, waardoor je ze dus prima kunt aanbrengen.
Ik zit echt overal spul te smeren nu. Dat is deze. Die ga ik hiernaast even doen. Kijk. Mooi kleurtje ook. Ja, dat zwartje dat is nog een beetje lastig voor mij om dat goed op beeld over te brengen. De laatste kleur die ik heb, dat is Elf Rich Peach. En dat is een beetje een gouden kleur. En die vond ik ook wel echt heel verrassend mooi. Ziet er ook super mooi uit. En ook het pigment van deze kleur is geweldig. Je ziet het eigenlijk al op je vinger dat hij veel pigment opneemt. En kijk, dat is die. Hele mooie kleur. Die had ik niet verwacht. Want zoals ik al zei, normaal niet echt groot fan van mono oogschaduws. Maar deze die had toch mijn hart wel gestolen. Waardoor ik dacht, ja, dit vind ik toch wel top. Ja, ook wel een keer als je wel een keer makkelijke ooglook wilt maken, is het prima om zo'n kleur te gebruiken. Maar ik vind het dus leuk om ze te combineren. Maar mocht je gewoon houden van bijvoorbeeld wel makkelijke oogschaduwkleuren en van mono's houden, kan ik je deze zeker aanraden. Want de pigmentatie is echt top. Dan heb ik deze lipstick van Catrice. En dit is de Lip Glow Glamour Razor. En dit is de 010 One Gold Fits All. Het is zo'n verpakking. Heel erg leuk. Maar het is een lipstick die zich aanpast aan de kleur van je lippen. Hij zou een golden shimmer finish hebben. Maar het leuke is dat bij iedereen zal deze lipstick een andere kleur aannemen. Omdat hij zich dus aanpast aan de pH-waarde van je lippen. Zo ziet de verpakking eruit. Zo ziet hij eruit. Mooi kleurtje. Ik heb hem al eventjes geswatcht. En dat ziet er dus zo uit. Hij is mooi roze. Ik moet zeggen, ik zie van die gouden finish niks terug. Maar op je lippen kan hij dus veel donkerder uitpakken. En dat is zo leuk dat het bij iedereen een heel erg ander effect heeft. Dus dat vind ik echt super top aan deze lipproducten. En daarom vond ik hem ook echt geweldig. Omdat ik het leuk vind. En normaal bij een lipstick die breng je aan. En dan als iemand anders hem ook aanbrengt, heb je eigenlijk een beetje dezelfde kleur als hij een goede pigmentatie heeft. Maar omdat deze zich aanpast naar de pH-waarde van je lippen, vond ik dat gewoon extra leuk. Dus dat is deze. Dan heb ik een oogschaduwpalette van I Heart Revolution. En deze vind ik er super leuk uitzien, want het is een donut. Dit is de Raspberry Ging. Nou, ik zal hem er even uithalen. Als dat een beetje normaal gaat. Hoe schattig ziet dit eruit? Het is gewoon een donut. Op de achterkant zie je de kleurtjes. En ik zal hem even openmaken. Hij ziet er niet op zijn allermooist meer uit, moet ik je zeggen. Dit zijn de kleurtjes. Ze hebben op zich een goede pigmentatie. Maar ik vind wel dat je deze kleuren heel erg moet opbouwen. Dat ben ik normaal niet gewend bij Revolution. Normaal zijn die kleuren zo gepigmenteerd dat je ze eigenlijk 1 à 2 laagjes gewoon voldoende is. Hier moet ik echt wel een laagje of 4 van aanbrengen. Ik zal ze zo ook even zwartjes. Er zit een grote spiegel in. Maar ik zal jullie even de zwartjes laten zien. Oh, waar ga ik alles laten? Dit zijn de kleuren. En dan heb ik dus nog een vijfde. En dat is een beetje een lichte. Kijk, de donkere kleuren komen heel erg mooi overeen. De lichtere kleuren hebben dus wat moeite. Dat vond ik jammer. Want ik ben dus iemand die van een goede pigmentatie houdt. Maar desondanks, als je ze opbouwt, kun je er wel een hele leuke ooglook mee creëren. Kijk, ik ben natuurlijk al wat verder in de make-up. Dus voor mij is het allemaal niet zo heel erg lastig. Maar het is wel even wennen. Omdat ik wel meer had verwacht van een product als deze. Desondanks is het wel een heel erg leuk palet. Die er gewoon super leuk uitziet. Waar je toch wel leuke ooglooks mee kunt creëren. Dus daarom zit hij toch wel bij de favorieten. Dan heb ik een primer van Catrice. En dit is de Sensational 10-in-1 Dream Primer. Dat is deze. Deze heeft dus 10 functies in 1. 1 priming, 2 hydrating, 3 anti-wrinkle, 4 een natural glow, 5 anti-pollution, 6 anti-oxidation, 7 pore minimizing, 8 evens out skin tone, 9 blurred imperfection en 10 UV protection met SPF 15. Nou, daar word ik altijd al heel erg blij van als er SPF 15 in zit. Ik vond het echt een hele fijne primer. Mijn gezicht werd er gewoon echt wel wat gladder van, wat smoother, zag er net wat beter uit. Ook die actie
Anti-oxidation is heel erg fijn, want sommige producten die hebben dus de neiging om te gaan oxideren. Dus heel erg te gaan trekken. Of in je lijntjes te gaan lopen. En dat voorkomt het wel met deze primer. Echt een hele fijne, zachte primer. Kijk, zo ziet hij eruit. Klein dingetje. Ik zal hem weer even zwartsen, maar waar hebben we nog plek? Als je hem ziet, is hij wel vrij donker. Dus dat kan je een beetje afschrikken. Ik heb hem hier nu even geswatcht. Ik zal hem even uitsmeren. Maar zoals je kan zien, blijft hij een beetje donker. Hier zie je nadat je je make-up hebt aangebracht helemaal niks meer van, hoor. Dus dat is helemaal geen probleem. Dat is niet het ergste. Maar het is eventjes wennen als je daar niet mee bekend bent. Maar desondanks echt een heel erg fijne, mooie primer. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dit is misschien wel ook een van mijn favorieten. En dat is dit Nude, Sun Vibes Nude 80 Color Beauty Palette van Fab Factory. Gewoon van Action. Dit palette is geweldig. Het is een palette van 5 euro. Er zitten 18 kleuren in. Je ziet hier de kleuren achterop. Het is een palette gemaakt van stevig karton. Maar echt Action, wat hebben jullie een prachtig palette neergezet. Echt geweldig. Het schijnt een dupe te zijn. Ik weet even niet zo goed. Het is een dupe van W7. Ik weet even niet de precieze naam. Die zal ik hieronder even neerzetten. Maar deze is dan net weer wat goedkoper. Nou, zo ziet het palet eruit. En dan gaan we nu naar de kleuren. Want kijk, je hebt hier in de deksel een kleine tutorial. En ook een beetje holographic en goud. En dan de kleuren. Het leuke is dat hieronder ook gewoon echt de namen staan. Kijk, je hebt deze kleuren erin zitten. Ik zal er zo een paar voor je swatchen. Maar wat een prachtig palette. Ik kon niet anders zeggen. Ik was hier zo enthousiast over. Het is ook leuk dat er een tutorial in zit. Als je nog niet zo ver bent met make-up, is het leuk. Je hebt er een primer in zitten. En die kun je dus aanbrengen als basis. En dat zijn dan, heb je eigenlijk nog 17 kleuren. Ik zal er een paar voor je gaan swatchen. Ik zal een paar matten nemen. En een glitter. Oké. Klaar voor de swatches. Dit zijn de kleuren. Dit is de pigmentatie. Nou, de pigmentatie is echt geweldig. Je ziet hier trouwens het glitterkleurtje een beetje. Echt, de pigmentatie is zo geweldig. En dat voor een palet voor zo weinig geld. Het ziet er geweldig uit. Echt Action. Ik weet niet hoe jullie dit doen, maar jullie hebben mijn hart gestolen met dit paletten. Echt een aanrader. Als je een beetje op zoek bent naar een low budget paletten met meerdere kleurenvariaties. Hij heet Nude, maar ik vind het niet echt per se een nude palette. Want er zitten ook een paar mooie gewaagde kleuren in. Maar echt, dit paletten is geweldig. Ik kan hem je echt aanraden. Ik ben helemaal verliefd op dit paletten. Verliefd, nou, is een beetje overdreven. Verknocht aan dit paletten, want hij is echt geweldig. Het zijn matte kleuren. Er zitten wat shimmers bij. Nou, glitter en concealer. Het is echt, ja, dit is dan trouwens een pressed glitter die je hier op mijn arm ziet. En 3 gewone glitter oogschaduws. Echt een variërend palette. Echt, ik raad hem aan. Als je echt van dit soort paletten houdt, 5 euro bij de Action. Ik zou het doen. Dus echt een toppertje ook. Dan waren dit alle producten die ik heb getest in juni en waar ik super enthousiast over was. Ik heb het idee dat de video best wel lang is geworden, maar ik was zo excited over de producten dat ik er gewoon echt, ja, veel over wilde vertellen. Echt aanraden. Dus als je ergens benieuwd naar bent, ga zeker even kijken. In de winkel of het ook wat voor jou is. Maar ik ben weer super blij met deze producten. Ik ben ook blij dat dit mandje nu leeg is. Want de nieuwe producten van jullie die staan alweer te wachten. Dus die gaan er weer lekker in. Ik ga al deze producten lekker toevoegen aan mijn stash. En ik ga ze weer met veel liefde gebruiken. Want ja, nu mag het weer. Ik wil je voor nu in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf al een van deze producten hebt getest. En of jouw mening misschien ook zo positief is. Of dat jij er helemaal positief over wil.
Laat het zeker weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Kan er op het rondje van mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Dan krijg je een melding. Als je ook het belletje aanzet, krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!